Ja, beste kijkers, mijn naam is Peter Swinkels. Misschien een nieuw gezicht voor u. Maar ik zal wellicht wel wat vaker te zien zijn op Omroep Walraven. En vanavond ben ik bij de informatieavond van de gemeente Os over de woningbouw. En specifiek het spoorkwartier achter het station in Ravenstein. Daar zijn al heel veel berichten over verschenen, maar we hopen daar meer duidelijkheid over te krijgen vanavond. Roel Augenstein, voorzitter van de Heemkundevereniging in Ravenstein. Welkom. Ja, dank u. En wat zijn de verwachtingen voor jou vanavond hier? Nou, ik denk dat er heel veel vragen gesteld gaan worden over de woningbouw. De hoeveelheid aanwezigen geeft ook aan dat dat het onderwerp is. Maar laat alsjeblieft de mensen dingen vragen over de woningbouw. Dat gaat de goede kant op. Maar Sidney van den Berg moet het dus even goed uitleggen. Maar dat kan die. Okay. Hugo Suppers, wat verwacht je eigenlijk vanavond allemaal te horen? Ja, echt duidelijkheid ben ik een beetje bang voor. Maar ik hoop dat er in ieder geval een klein beetje duidelijkheid komt. Met betrekking tot waar ze gaan bouwen, wanneer ze gaan bouwen. En daarnaast een stukje duidelijkheid over wat ze met de vereniging gaan doen, met name de voetbalvereniging dan. Hooghuis is een project wat al langer loopt in Ravenstein. Want een woning bouwen is een mijl op 7. Maar voordat je een vergunning hebt en voordat we het bestemmingsplan hebben gewijzigd, is ook een mijl op 7. Dat valt niet mee. Maar goed, dat is ons werk en daar zullen we het met elkaar mee moeten doen. Maar dat valt niet mee. We starten met bouwen in 2024, berekenen we terugrekenen. En we zijn ervan uitgegaan dat we voor de zomer van 2023, dus voor de zomer van dit jaar, bestemmingsplan en procedure gaan brengen. Nou, dan zien jullie er wat meer van. Ik denk een mooi programma, de helft sociale woningen. Ziet er goed uit. Uiteindelijk een omgevingsdialoog ook nagenoeg afgerond. En dat betekent dat we alle onderzoeken bij elkaar optellen, de omgevingsdialoog optellen, programma presenteren in het voorstel en dan gaat het voor de zomer naar de gemeenteraad. En u moet je voorstellen, als wij plannen maken met elkaar, dan hebben we het over het moet duurzaam. We willen ook groen. We willen goede ontsluiting. En dan willen we dat het ook nog betaalbaar is. Dus als je... De overheid, de nationale overheid heeft met ons die wil met ons afspraken maken over hoeveel woningen gaan jullie de komende jaren bouwen. We gaan tot 2030 in de gemeente Os 5200 woningen bouwen. En tot 2040 8000 woningen. Alleen woningen bouwen is niet voldoende. Dus als het dan gaat over de verstedelijking, dan betekent het ook dat we fors moeten investeren in de komende jaren in mobiliteit. En dat is voor Ravenstein misschien net even wat anders, maar ik vond het belangrijk om hem hier wel met elkaar te bespreken, omdat jullie in Ravenstein met het stationskwartier wel aan de sporen zitten. De verstedelijking van Os is aan de ene kant woningen bouwen, 5200, en aan de andere kant een mobiliteitsprogramma maken. En nadenken over de rol van het spoor. Die ligt niet in de stad. Toch hebben die erbij gezet. En waarom hebben die erbij gezet? Omdat Ravenstein van belang is als het gaat om de toekomstige ontwikkelingen rondom het spoor. Want als wij in Os een intercity willen houden, wat we allemaal, althans ik denk dat het velen van ons dat willen, dan moeten we ons realiseren dat we voldoende mensen hebben die gebruik maken van het spoor. Want als dat minder wordt, dan zegt NS op enig moment, nou allemaal leuk en aardig, die provinciestad daar, Os, maar het is te weinig voor een intercity station. Dat kunnen we ons niet permitteren. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we mensen gebruik maken van het station? Is door woningen te bouwen rondom het station. Want ik hoop dan dat als we woningen bouwen rondom het station, dat er mensen gaan wonen die ook gebruik willen maken van die trein. Dan bouwen we meer aantallen op als het gaat om het gebruik van de trein. Het is niet alleen duurzaam, maar zorgt er ook voor dat we een goede kaart hebben richting de provincie en richting NS en ProRail als het gaat om het intercity station. Nou, hier staan allemaal projecten op en je ziet hem hier ook staan, hier staat Ravenstein op. Wat kan ik nog meer over die agenda zeggen van verstedelijking? Wat wel een belangrijke is, is dat we in het kader van de verstedelijking ook een spooragenda gaan maken. En in die spooragenda, zult u denken, ja, wat schiet ik daar dan mee op? En die spooragenda betekent dat wij moeten nadenken over onderdoorgangen. Dus om woningbouw te realiseren,
hebben niet alleen maar geld nodig voor die woningen, maar hebben ook geld nodig om de mobiliteit en de ontsluiting via het spoor te organiseren. Er onderdoor. En dat geld, we hebben vorige week in de krant gestaan met OS heeft een 10 als het gaat om financiën. Supergoed. Maar het gaat hier over honderden miljoenen aan investeringen. En de vraag is of wij die in OS allemaal zelfstandig hebben. Het antwoord is nee. Dus dat betekent, dat hebben we ook in de begroting vorig jaar gezegd, dat we ook kijken naar het Rijk en naar de provincie om ons te helpen om die ambities te realiseren. En waarom vertel ik dit allemaal hier vanavond in Ravenstein? Dan denk je aan het OS verhaal. Nou, ik ben ook wel trots op OS natuurlijk, hè, dus dat mag ook gezegd zijn. Maar het heeft, en de onderdoorganger heeft hier een rol gespeeld. Het geld halen vanuit de provincie en van het Rijk heeft hier een rol gespeeld. En een station speelt hier een rol. Dit tekeningetje, dat staat al, wordt voortdurend gebruikt als het gaat over de communicatie voor, het, voor de ontwikkelingen in Ravenstein. Er zijn plaatjes van gemaakt vorig jaar. Mooie plaatjes, eerlijk is eerlijk. Alleen, als ik dan kijk, wat ligt er dan voor plan onder, dan moet er nog wel flink aan gewerkt worden. Want, ook nog even goed om te zeggen, de provincie speelt hier ook wel een rol. En dat weten jullie allemaal wel. Want in Ravenstein lijken de plannen, zoals iedereen kent deze kaart, zoals die hier getekend staan. Dit gedeelte aan de onderkant, dat is zoals we dat noemen stedelijk gebied. Betekent dat je daar zelfstandig als gemeente meer ruimte hebt om te bouwen. Zijn we zelf iets meer baas. Er ligt nog wel een voetbalclub in. En aan de bovenkant, dat noemen we buitenstedelijk gebied. Hè? En dat buitenstedelijk gebied, daar gaat de provincie over. Dus als wij plannen hebben, dan moeten we daarvoor ook naar de provincie. En de provincie is niet zo happig om te bouwen in het buitengebied. En vervolgens kwam ook nog ProRail op de proppen. En terecht ook. Want ProRail zegt, leuk dat jullie daar een wijk bedenken aan de bovenkant. Maar heb je erover nagedacht dat als je daar veel mensen gaat huisvesten, dat dat iets zegt voor de verkeersveiligheid rondom het station in Ravenstein? Want die overgang die we daar hebben, dat is nou niet de overgang om te gebruiken om een hele wijk te ontsluiten. En daar hebben ze gewoon een punt. Dat betekent dat ProRail van tevoren heeft aangegeven dat ze het er niet mee eens zullen zijn als we zonder iets te doen aan die overgang en gaan bouwen. Dus daar waren zij negatief over. Dus we hadden twee partijen in al die plannenmakerij nog niet aan boord. Provincie en ProRail. Dus wat hebben wij gedaan? En wij hebben in een sneltreinvaart een goed voorstel neergelegd voor twee locaties in OS om geld vrij te krijgen om de woningbouw te versnellen dan wel van de grond te krijgen. Dat was Amsterdam en Ravenstein. Amsterdam is afgevallen. En Ravenstein is doorgegaan. Daarmee sloegen we een paar vliegen in één klap. Want de mensen die erover beslissen, over die aanvraag, dat is ook de provincie. En daar zit ProRail ook aan tafel. Dus dat betekent dat de mensen die we nodig hebben om over te steken naar deze kant, moeten meebeslissen over een investering die je doet om dit mogelijk te maken. Dat vond ik wel een goeie. Ik denk, als die het mee eens zijn, dan ben je misschien ook wel eens met de plannen die we daar hebben. Want je gaat niet een subsidie toekennen aan iets waar je het niet mee eens bent. Zo hebben we ingestoken. Voorstel gemaakt, 11 miljoen kost die tunnel, 7 miljoen reserveren we in de begroting van OS, van de gemeente OS, hebben we gedaan. Heeft de gemeenteraad positief over besloten, dus die liggen vast. En die 4 miljoen die halen we bij het Rijk. Het Rijk heeft gezegd, dat vinden we een goed plan. Maar, dat betekent, dat is de enige voorwaarde, dan moet je beginnen in 2025. Anders krijg je die subsidie niet. Nou, dus dan hebben we eigenlijk drie vliegen in één klap. Want dan hebben we en de provincie, en ProRail, en we hebben een deadline. En van daaruit zijn we nu aan het terugredeneren. Dus we hebben gezegd, wij moeten beginnen in 2025. En, dan gaan we voor ruim 300 woningen. We gaan beginnen in 2025. En dan moeten we terugredeneren. Wanneer moeten we dan wat aanleveren? Dat betekent dat we een bestemmingsplan maken voor het geheel. Dus voor het totale gebied één bestemmingsplan. En in het bestemmingsplan spreek je af dat je dat gebied de bestemming geeft om te gaan wonen.
Stedenbouwkundig plan moet dus gereed zijn in de zomer van 2023. En dan beginnen we aan het eind van dit jaar, brengen we de bestemmingsplan in procedure. Dat is anders dan misschien vorig jaar is blijven hangen bij jullie. Maar dit is wel een planning waar we achter staan. Die hebben we ook intern getoetst. We hebben de capaciteit voor. We hebben ProRail aan tafel. Erik zit de komende week met ProRail aan tafel over de tunnel. We hebben interne capaciteit. En we gaan met een goed verhaal naar de provincie. Die het meebesloten heeft over die subsidie van 4 miljoen. Dit is het programma. Daar heb ik net al wat over gezegd, hè. Dus 20% sociaal. We hebben hier CPO, dat zit er ook in. CPO, collectief particulier opdrachtgeverschap. Dus dat betekent eigenlijk dat je een groep van mensen samenpakt die samen een soort van gemeenschap zijn, vormen. En met mij hebben we een demen, zeg ik het goed, of een dealen. Deurze, dankjewel. Hebben we dat eerder ook gehad en dat is echt wel, dat doet wel wat. Dus het is gewoon mooi als dat in Ravenstein ook kan gebeuren. Dus die ruimte voor dat CPO hebben we vastgelegd in beleid, hebben we afgesproken. Met de gemeenteraad heeft dat akkoord gegeven. Dus die ruimte die is er, die verplichting is er. Dus dat kan ook hier in Ravenstein. Dus we moeten in de verdeling straks daarmee rekening houden. Hier staat nog NAG. NAG is de nationale hypotheek, maar dat is een grens. Een vaste grens in Nederland. Die zit volgens mij nu op 380. Er zijn veel mensen die een huis willen voor zichzelf. Maar die nog zeggen, nou, ik wil eigenlijk nog niet kopen, want daar ben ik nog niet aan toe. Misschien ga ik nog wel hele andere dingen doen. Maar ik wil wel huren. Alleen, die komen met hun inkomen niet altijd in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dus die zijn dan over het algemeen aangewezen op particuliere verhuurders. Daar is niks mis mee. Er zijn fantastische particuliere verhuurders. Maar er zijn ook particuliere verhuurders, die maken er soms een potje van. Daarvoor heeft de overheid gezegd, wij gaan de middeldure huur, ik weet niet of jullie dat iets zeggen, maar we hebben zo'n puntensysteem in het sociale huurstelsel. Dat betekent dat je eigenlijk moet aantonen hoeveel huur je mag vragen als verhuurder. En dat puntensysteem gaan we ook krijgen bij de middeldure huur. Ik vind het echt een fantastische doorbraak. Sidney, jij had vast een idee hoe deze avond zou verlopen toen je de auto naar Ravenstein reed. Zijn die verwachtingen op een of andere manier uitgekomen? Of ben je nog verrast vandaag? Ja, toen ik hier vanavond naartoe ging, wilde ik vooral een realistisch verhaal neerleggen. En mensen perspectief geven. En niet met plaatjes of met beelden, maar ook gewoon proberen een klein beetje de techniek uit te leggen. Maar ook wel gewoon de planning en hoe we daar dan op het gemeentehuis naar kijken. Zodat mensen ook begrijpen waar we nu staan in het proces. En volgens mij, als ik zo'n beetje om me heen hoor, heb ik wel begrepen dat men het verhaal wat ik heb verteld kan plaatsen. En dat het een realistisch verhaal is. Ja. Je hebt ook nog eens goed uitgelegd hoe de stedelijke visie van Os eruit ziet. En dat Ravenstein daar een belangrijke rol in speelt. Vooral met het spoor. Dat was voor mij eigenlijk wel verrassend. Ja, ik denk dat het verhaal moet nog veel meer landen. Dat is ook nog niet zo heel erg oud, dus dat was ook al een klein beetje een primeur vanavond. Ja, oké. En wat voor mij ook wel verrassend was, dat je echt wel redelijk concreet was in data wanneer het een en ander moet komen. En dat ook al heel dichtbij ligt, dichterbij dan ik zelf had ingeschat. Ja, dat heeft ook te maken met die deadline stellen. Dat is ook wat het Rijk doet, hè? Dus minister Hugo de Jonge. We kunnen van alles vinden van al die plannen. Maar die stelt wel deadlines. En die zegt wel, leuk dat jij die aanvraag doet. Maar dat geld wat ik dan voor jou ga reserveren met je plan in Ravenstein, dat ga je niet in ons op de plank leggen, maar daar ga je ook iets voor realiseren. Dus ik wil met jou een afspraak maken over beginnen in 2025. Ja. Is het naar jouw wens geweest? Nou ja, ze waren wel duidelijk. Ik moet zeggen, dat zit niet perfect verwoorden allemaal. Maar als je een goed luisterend oor hebt, zaten er toch een paar zinnetjes tussen die nog wel wat meer toelichting behoeven. Ik heb dit niet hier gesteld, die vraag, want dan ga je iemand toch voor het blok zetten, vind ik niet correct. Maar als je goed geluisterd had, zei je op een gegeven moment, je moet ook kijken naar totaliteit en ook kijken of dat er voldoende financiële middelen zijn.
Nou, dan zou eigenlijk mijn vraag zijn van wat bedoel je daar eigenlijk precies mee, Sydney? Van gaat dat een sportpark, gaat er dan nu wel komen of niet komen? Of zeg je nu van de gemeenteraad zal dat niet nooit goedkeuren, sport? Kun je je toch niet bijna voorstellen dat je gaat groeien in bevolking? Er komen flink wat huizen bij en dan sportvelden gaat afstoten als... Ik kan het nog niet voorstellen. En ik kan me ook niet voorstellen dat de gemeenteraad dat zal toelaten. Het zou een hele grote fout zijn. Wat straks historisch, ik zeg het misschien een beetje zwaar, maar historisch tot een hele grote fout zal hebben geleid. Ja.